verhalen. Voor alle mensen en makers, Buurtfilm Festival. Welkom bij het ABFF TV. Dit is een televisieprogramma van het Amsterdamse Buurtfilm Festival dat wordt iedere jaar in Amsterdam georganiseerd. Mijn naam is Gerrit Mokonden, ik ben initiatiefnemer en artistiek leider van het ABFF. Vandaag zit ik hier in de studio van het ABFF samen met Patrick Turder. Helemaal uit Zuidoost. Welkom. Ja, dankjewel Gerrit. Leuk om hier te zijn. Leuk. Hey, ik heb hier een mooie thee. Wil je ook een thee? Ja, lekker. Ja? Ik doe het een beetje mooi. Ah, zo. Kijk eens. Hey Patrick, dit is een programma die wij mensen uitnodigen voor een kort gesprek. Mensen die bij het ABFF in de afgelopen jaren, ook dit jaar, meegedaan hebben. Je hebt eigenlijk best ver meegedaan met het ABFF. Super blij, zijn wij. Ja, bijna elk jaar. Vanaf het eerste moment hebben we volgens mij elk jaar meegedaan. Het eerste jaar niet en vanaf dat moment geloof ik wel. Ja. Hey, voor de kijkers thuis, misschien is het wel fijn om jou kort zelf te voorstellen. Wie is dan Patrick? Ja, ik ben Patrick Doorder. Ik noem mezelf voornamelijk filmmaker, journalist. En ik noem me eigenlijk een verhalenverteller met een camera. Kijk, je hebt echt de mensen die echt cameramensen zijn, die echt gericht zijn op filmen. Ik ben meer een journalist en met een camera. Omdat ik op een gegeven moment ontdekt heb dat het heel mooi is om dingen te vertellen met de camera. En mensen willen graag dingen zien. En ook horen, maar minder lezen. En zodoende, vroeger hield ik niet van camera's. Ik weet dat je in de Zuidoost woont, maar waar ben je geboren, waar ben je opgegroeid? Oké, ik ben geboren ergens in het oosten van het land, van Nederland. Ja. Opgegroeid ook daar. Ja. Op mijn 19e, 18e ben ik naar Amsterdam gekomen. En eigenlijk toen ik de eerste keer naar Amsterdam kwam, dacht ik al, ik ga hier wonen later. Want ik voelde me meer thuis. Ook in de Bijlmer kwam ik toen af en toe bij mijn familie. En ik voelde me gewoon veel meer thuis in Amsterdam dan in het oosten. Maar het oosten is ook lekker. Lekker rustig. Ja. Koeien, weilanden, slootjes springen, bos. Ja. Ja. Maar Zuidoost is dan helemaal anders dan daar waar je vandaan kwam eigenlijk? Ja en nee. Nee. De voort waar het op lijkt is die rust. Zuidoost, we komen net hier in Oost en we hebben zoiets van het is druk hier. In Zuidoost is het ook best wel rustig. Geen drukte van verkeer heel veel. Je kan fietsen, overal lopen, wandelen, veel groen. Ja. Dus in die zin lijkt het eigenlijk op het oosten. Het verschil is de bevolking. De bevolking is anders, het is meer stad. Er zijn veel meer mensen uit Suriname, Afrika, Zuid-Amerika, Arabische landen enzovoort dan daar waar ik vandaan kom. Maar qua mentaliteit is het ook rustig. Ja, ik woon in Amsterdam-Oost en ik zeg iedere keer, Oost telt 136 nationaliteiten. Aha. Zuidoost? 300. Serieus? Die getallen, ik weet niet, ik hoor steeds. Ja, wij Zuidoost kennen meer dan 160, dan weer meer dan 170, dan laatst word ik meer dan 180. Ja. Maar ja, als je iemand uit één land hebt, dat kan. Ja. Maar gemiddeld wonen er veel Surinamers, veel Ghanese, veel Nigerianen, Somaliërs, Marokkanen een beetje, Turken een beetje, Colombianen, Dominicanen, Nederlanders. Dat zijn de grootste groepen zo'n beetje. En dan verder heb je van alles uit Oost-Afrika, die ook nog mensen. Want het zijn allemaal weer kleinere groepen, ja. Dus. Maar het zou best zijn dat van elk land één woont. Ja, ja. Hey, dus jij komt zeg maar van de oostkant van het land. Jij woont best lang in Zuidoost. Ja. En hoe zie je Amsterdam? Wat zou Amsterdam voor jou betekent? Ik woonde ook 15 of 10 jaar woonde ik in West. Ik woon in de Kinkerbuurt. Mm. Ik woon in de Staatsliedenbuurt. En op een gegeven moment wilde ik gewoon graag naar Zuidoost. Het grootste verschil met Zuidoost en de rest van de stad is dat we in Zuidoost meer een community gevoel hebben. Iedereen groet elkaar de hele dag door. Je moet groeten. Deden ze dat? Ja, ik was al zo. Maar dat deden ze ook in het oosten van het land ook. Ja. Dus voor mij was het heel normaal. Maar mijn vader is ook heel sterk daarin geweest vanuit Suriname. Zo, je moet elkaar groeten, maar dat is lekker. Je hebt contact met elkaar. Hoe groeten mensen daar in Zuidoost? Meestal eigenlijk toch wel Fawaka. Fawaka. Ja, of fa. Maar dat zeg ik. Het is niet iedereen, dag meneer, dag mevrouw, hoe gaat het met u? Het is, hey fa.
Hey, hoe... ja. Ja, dat eigenlijk. Ik weet nog, oké, als het mag tussendoor. Anders... Ja. Femke Halsema. Ja. Ze kwam in Zuidoost toen, de eerste dag dat ze burgemeester was, of dat ze in Zuidoost kwam. Toen heb ik haar zo begroet, toen we haar gingen interviewen, zei ik tegen haar van, Falaka. Zei haar zo van, ik zeg, je komt in Zuidoost, je moet weten wat het is. Zei, oh, wat moet ik zeggen dan, als antwoord? Boom. Dan boem is gewoon, oké. Okay. Zei ze, oké, boem. mooi. Hey, ik heb jou vandaag hier uitgenodigd, niet alleen maar jou beter te leren kennen, van alles wat je doet. Hè. Misschien komen wij ook straks terug over jouw Zuidoost-TV. Maar de reden waarom ik jou hier uitgenodigd heb, is omdat jij ook dit jaar weer een mooie film gepresteerd hebt bij het ABFF. Vertel ons kort over dat mooie film. Ja, het is een film. Het gaat over drie plekken in één buurt eigenlijk in Zuidoost, in de H-buurt. En daar waren allerlei moestuinenprojecten. Zo diverse groepen eigenlijk, 500 meter van elkaar, totaal verschillende groepen bezig waren om te tuinieren met z'n allen. Het waren projecten en het idee was om te laten zien dat eigenlijk, het gaat niet alleen om tuinieren, maar het gaat voornamelijk om samenkomen, samen dingen uitdelen. Eén project was heel voornamelijk vrouwen die allemaal verhalen over elkaar vertellen, aan elkaar vertellen. En zelfs, wat ik je net zei, in Zuidoost groet men elkaar, maar toch zeggen mensen van, het leuke van die moestuinen is ook dat je elkaar groet. Buren die je misschien niet ziet, toch door je drukte, zie je daar wel en dan leer je elkaar kennen. Heel veel mooi. Ja. Misschien is het fijn, voordat je alles ons vertelt, om de film zelf te kijken. Is goed. Aangelopen. Het is echt super mooi, super groen. En van goede iedereen. En de sfeer is zo lekker. Ja. In het begin dacht ik echt zo van. Oh, ik ben er al gewend. Maar weet je, het ziet er zo koud uit. Ja, koud. Alsof iedereen begraven ligt. En dan kom je Ja, super. Ik heb geen groene vingers. Misschien ver in mijn bloed zit het ergens. Maar ik ben achtergekomen dat je geen groene vingers voor nodig hebt. En ik denk, nou gaat dit wel goed komen? Gaat het wel goed met mijn tuin? Gaat het wel goed met het samenwerken met de andere moestuinbeheerders? Maar gewoon, het liep gewoon zo mooi samen en heel positief. De sfeer. De coaches, alles. En nu kijk ik en denk ik, wauw, het is echt gewoon geweldig. Heel mooi. Maar moet ik hem dan in een pot water zetten of kan ik hem, zodat de wortels uitkomen? Nee. Ik heb in mijn tuin, dat zijn bonen, bruine bonen. Dat zijn rode wiet. Ik heb ook isla. Ik heb ook... Ravees, ze zijn daar, helemaal daar, tussen, die kleine plantjes. Ik heb aubergine ook. Ik heb tomaten. Ik heb vandaag vraag gesteld dat welke groenten of bepaalde bloemen of salade dat we kunnen zaaien deze tijd. Dat alles in Nederland is afhankelijk van de seizoen. Als buurt groeien en bloeien we ook en dat is heel belangrijk helemaal. Met de tijd zoals nu, tussen de tuinieren heen, verschillende gesprekken, tips en advies, zoals in de opvoeding. Dit initiatief is ontstaan vanuit een wens van deelnemers in de handreiking. We hadden in het begin een ander stukje grond toegewezen gekregen. En toen daar de graafmachines aankwamen, gingen de buren protesteren. Die waren bang voor ratten, bang voor overlast. En dat liep vrij hoog op, dus toen hebben we het project maar weer losgelaten. En daarna hebben we de hulp van Bloei en Groei ingeroepen. En toen heeft de gemeente ons geholpen met een nieuw stuk grond. En eigenlijk ben ik nu heel blij, want het is drie keer zo groot als wat we oorspronkelijk wilden. Ik heb buren die bij mij in de buurt wonen, die ik gewoon jarenlang zie, maar nooit sprak. En nu eten we gezellig samen en lachen we met elkaar. En ook andere buren die ik nooit heb gezien, die gewoon pal tegenover mij woont. En ik denk van, hé, hoe kan dat nou? En nu zie je elkaar, gek genoeg, zie je elkaar bijna elke dag. Allereerste keer. Ze hadden dus wel de blaren op mijn handen. Dus ik heb niet gebruikt, dus die handschoen. Ja.
Zo heren, wat bent u hier aan het doen? We zijn een beetje onkruid aan het wieden. Want, onkruid? Ja. In principe is het natuurlijk allemaal onkruid wat hier staat. Maar sommige onkruiden vinden we leuker dan andere onkruiden. Hier heeft ooit een noodschaltje gestaan. En toen die noodschal werd afgebroken, toen bleef er dus een blaak liggend terrein achter. En eigenlijk vonden we dat een beetje zonde. We dachten van, daar kunnen we toch wat mee doen. En toen dachten we, de wijk Huntum is een stuk scholen en een stuk woningen en nog enige bedrijvigheid. En in de moderne tijd leven we toch steeds individualistischer los van elkaar. En we dachten, laten we een project bedenken met die vlindertuin waarmee we de scholen en de wijk dichter bij elkaar kunnen brengen. Het doel, en dat zegt de naam Vlindertuin natuurlijk ook al, is gewoon een natuurlijke tuin met veel bloemen, waardoor je kan stimuleren dat er hier insecten hun voedsel vinden. Zodat er wat meer vlinders komen, zweefvliegen, hommels, noem maar op. En we voelen ons betrokken bij de wijk. We hebben een mooie wijk en dat willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Vandaar dat we gezocht hebben naar een vorm waarin ook de scholen het educatief kunnen gebruiken en zich ook betrokken voelen bij de wijk Huntum. Vandaar dat de bakken ook geplaatst zijn waarbij bij de scholen planten zijn geplant door leerlingen van de scholen en ze ook het onderhoud zullen gaan doen als het schoolseizoen er weer is. Kijk maar, zo lekker! Ja! Dit is van Trudy. Trudy. U gaat direct eten. Ja! Zo mooi, kijk. Nice, hè? Nee, niet de wortels. Wat is dat? Wat heb je nu gedaan? Nee, is zo. Wat is dit? Wat is dit? Zwederij. Zwederij. Ja. Maar kun je gewoon knippen en dan blijft hij groeien. Oh, nee. Ja, zet hem snel terug. Oh. Moet hier. Meneer, is die van u, die madame Jeannette? Dat is van mij. Oh. Heeft u al getest of het echt heet wordt zoals... Nee, dat heb ik niet getest. Maar de mensen die hebben mij verkoopt bij praktisch verteld dat dit is echt Surinaams peper. Dit is heet. Dus dat wil ik, want ik ben Nigeriaans. Ik ga maar eten. Het moet altijd spicy blijven. Wanneer is het klaar? Want ik ga... Ja, wij hopen bij augustus. Augustus. Dan kan ik gewoon oosten. Dat hoop ik. Het is, ziet er goed uit, hoor. Even een beetje schoonmaken. Nou. Zo vers. Lekker. Ja. Een beetje bitter. Maar is wel goed. Waarom doet u mee met dit? Nou, het is een kans om samen met iedereen iets te doen. En ik vond het mooi om mijn eigen tuin te hebben. Het is ook een soort fysieke activiteit. Als je een half uurtje per dag hier werkt, is het gelijk aan een half uurtje sporten. Dat is ook goed voor je gezondheid. Ja, het lukt. Het groeit. Bij en bij komen mensen ook samen. En leuk dat we elkaar kunnen zien. Samen training doen. En weer na de training gaan we plannen maken van hoe wij voor de tuin gaan zorgen. Dit is radisch uit mijn eigen tuin. Ja? Lekker. Gezond eten. Kan je vertellen wat er aan de hand is, wat je dit moet doen? We zitten al 6 weken zonder water, omdat de watertanks niet gevuld worden. Dus nu moeten we vanuit de handreiking een aantal keer op en neer met allerlei gieters water, want het is nogal warm buiten en de plantjes hebben dorst. Dus we moeten even aan het werk. Er is geen andere mogelijkheid? Nee, op het moment niet. We wachten tot de tanks gevuld zijn.
En daar, nu moeten we het even zo doen, het is niet anders. En een vast waterpunt, is dat toekomstmuziek? Nou ja, we hopen het. Er waren wat problemen mee, want het grondwater konden ze de kwaliteit niet van garanderen. En het zou nogal duur zijn om een pomp aan te leggen, dus dit was een oplossing. Maar ja, als water het niet komt vullen, is het geen goede oplossing. Dus ja, we moeten buffelen. Ik vind de bomen zo mooi, maar aangezien ze zoveel fruit hebben, ja. Wordt het te zwaar, hè? Het, ja. Brengt. Ja, wordt te zwaar. Ja. Het wordt te zwaar. Dus wat gaan wij volgen? Ik, zoals ik vroeger heb geplant, als ze klein zijn, meteen stokken. Niet als ze groot zijn, want dan breekt het. U staat nog in uw kloffie? gewoon met blouse en zo, maar het is bijna winter, hè? Nou, zo koud is het ook weer niet, hoor. En bovendien, als je aan het werk bent, dan word je vanzelf warm. Ja. Dus. Maar, jullie zijn een beetje klaar? We zijn voor vanmiddag klaar. We hebben hier van deze halve cirkel hebben we een rand vrijgemaakt. En dat hebben we daar bij die halve cirkel ook gedaan. En dat is de voorbereiding voor het planten van bloembollen. Want we krijgen 3000 bloembollen. En die moeten de grond in. Volgend voorjaar gaan we die centra van die heestercirkels vrijmaken en dan gaan we daar vaste planten in zetten. Maar de bolletjes moeten nu dit najaar de grond in. Hè? Dat zijn allemaal voorjaarsbolletjes, dus dat komt in maart, misschien ja, sommige in februari al. Februari, maart komt dat op. Ik heb al aardig wat vlinders gezien van de zomer, maar niet zo heel veel verschillende soorten. Maar in ieder geval heel veel soorten zweefvliegen, verschillende bijtjes, hommels, noem maar op. Niet alleen vlinders, maar minstens net zoveel andere vliegende insecten. Al met al? Voorlopig ben ik zeer tevreden. Bedankt. Maar nog even kijken of ik ook zo tevreden blijf. We wachten het volgend jaar af en ik heb goede hoop. Ik hoop ook dat er meer mensen mee gaan doen. Nou, dat doen nu al meer mensen mee. We waren vandaag alweer met z'n vijven. En de vorige keer waren we met z'n drieën, geloof ik. Ja. Dus het oogt ook wat leuker. Toen al die hoge dingen er stonden, toen zijn mensen die zeiden van ja, nou, ik vind het maar niks. Ik voelde er niet veel voor om daar aan mee te gaan doen. En nu die hoge ruigte weg is, krijgen meer mensen een beetje het idee van oh, dat is eigenlijk best leuk. Eens kijken of ik daar ook wat kan betekenen. De tuin winter klaarmaken. En mag ik het nu erin zetten? Ja, en we gaan straks knoflook erin zetten en uien. Knoflook en uien, kan je die nog Ja, die moeten er nu in en dan kunnen we het volgend jaar oosten. Je leert je kinderen ook van alles? Ja, ze zijn hier vanaf het begin, toen alleen nog grasveld was. Tot de dag van vandaag. Dus we hebben het echt zien opkomen.
van echt van zaadje naar oosten. Ja, goed zo. Wat vond je het moeilijkste dit jaar? Het moeilijkste? Nou, ik was wel aan het worstelen met mijn tomatenplantje. Maar die werd echt als een struik, die ging echt alle kanten op. En mijn peper, die is echt pas vorige maand pas kon ik oosten, dus dat was nog even spannend. Was die een beetje heet geworden? Zeker! Ik had maar 3, maar het was wel heet genoeg. We hebben het heel leuk met elkaar samen gehad. Samen opruimen. In de zomer hadden we een beetje moeite met de tanks, met de watertanks, want die waren heel lang leeg. Dus toen moesten we echt wel als een team ouderwets met gieters heen en weer lopen. Daar kreeg ik al spierballen van. Maar ja, dus zo zie je dat je wel elkaar nodig hebt, dat je het toch niet alleen kan doen. Wisten jullie ook recepten uit? Nou, we hadden een oostfeest. En daar kwamen heel veel lekkers op tafels. En van het lekkere gingen we wel aan elkaar vragen van, hey, hoe heb je dit gemaakt? Oh, dit is echt zo lekker. Zo heb ik dit nog nooit gekookt. Dus ja, we leren heel veel van elkaar. Ook omdat het verschillende culturen bij elkaar zijn. Oh jee, baby. Nee, ik ga niet stoppen. Sommige mensen stoppen in de winter. Maar ik ga in de winter lekker door. Nou, ik heb dit in ieder geval nog nooit eerder geprobeerd. Ik ging er wel een beetje klunzen op mijn balkon. Ik dacht, nou, het gaat mij nooit lukken. En ik vind het niet zo prettig of zo. Nou, en nu is het een soort verslaving geworden. Deze blijft gemeenschappelijk, toch? We zijn de tuin winterklaar aan het maken, dus ik ben onkruid aan het wieden. En ja, misschien dat ik er nog wat droog blad op ga doen, zodat het in de winter goed blijft. Zodat we in het voorjaar weer aan de slag kunnen. Ja, denk ik vanaf februari zo gaan we weer met een beetje lessen beginnen. Dus dan gaan we in het gebouw hiernaast gaan we, kijken van hoe gaan we het seizoen beginnen, wanneer gaan we zaaien, wanneer gaan we compost zetten, dat soort dingen. En ik denk dat we dan vanaf maart weer gaan beginnen met in de tuin. Oké. Want to plant tomatoes, peppers, spinach. Yeah. Did you make nice meals this year from the food? Oh, I give it to my friends because they were always here. Say, okay, just take. Don't worry, just take. So I was giving it out. You didn't taste anything? No. But now you grow. Yeah, when I like more broccoli, that is why I plant a lot. So yeah, when it comes, this is for me, not for friends anymore. Okay. And deze winter. Nou, we worden als fruiten planten. Ik heb al een aantal gezaaid, maar ik denk dat ik er zo diep in gezet heb. Een aantal zijn wel naar buiten gekomen. Vraag me niet meer wat ze zijn, want ik weet het niet meer. Maar je leert een beetje hoe het gaat, hoe het moet in principe. Ook als je geen boerenachtergrond heb. Meer planten en op een eerder tijdstip beginnen met de herfstgroenten. Maar we zijn sowieso te laat begonnen, dus ja, dit is niet zoals het hoort eigenlijk. Participatie met andere mensen in de buurt. U bouwt ook zelfs snel vriendschap op. Ja, in deze plek. Je doet mee met de rest van de omgeving. Dus, het is leerzaam. Iedereen blij? Weet ik niet zeker. De mensen die er nu zijn, zeker wel. Maar een aantal mensen zijn er niet. Dus daar ga ik contact mee opnemen om te kijken wat er is. Of ze nog verder willen gaan of niet. En daar gaan we dan afspraken over maken. En zelf? Ja, ik ga door. Ja. Nou, mooi.
Ja? Heel fijn, heel fijn. Wat was voor jullie, voor jou, de aanleiding om deze film te maken, Patrick? Eigenlijk was het een verzoek. Omdat er heel veel veranderingen in Zuidoost gaande zijn. Waarbij stukjes land eigenlijk gebruikt moeten worden. Maar soms worden ze ook opgeslokt door nieuwbouw en van alles en nog wat. En men wilde eigenlijk heel graag het belang aangeven van die moestuinen. En dat was eigenlijk de grootste reden om die film te maken. Om te laten zien van hey, hoe belangrijk die tuinen eigenlijk zijn. Dat het niet gaat om een stukje groen alleen. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En ik denk niet dat de opname geweest voor één dag, meerdere dagen. Ja, we zijn echt... Hoe was het de hele proces van dit productie? Ja, dat was eigenlijk mijn idee. Om gewoon dan ook gewoon letterlijk... je begint met voorbereidingen in de tuin. Dan begin je met zaaien. Ja. Of dingen in de grond stoppen. Eigenlijk bij de meeste mensen zelfs kregen ze nog eerst les. Van hoe moet je eigenlijk iets planten? Heel veel mensen kwamen uit allerlei landen die heel ander klimaat gewend zijn. Heel andere natuur. Die dan echt ook moesten leren van, weet je, in april moet je dit doen, in mei dan, enzovoort, enzovoort. Dus dacht ik van, oké, dan volg ik gewoon dat hele proces. Tot aan einde van, alles wordt weer klaargemaakt voor de winter. En dat is Nederland, winter krijg je, ja, kan je niet zoveel doen. En, dus we zijn er maanden mee bezig geweest, ook al steeds eventjes langs gaan, zeg maar. Was het allemaal... super mooi gegaan of had jij ergens uitdaging zou ik zeggen? Want jij bent ook heel veel actief met allerlei werk met Zuidoost TV. Had je allemaal genoeg tijd om dit allemaal vast te leggen? Kijk, het voordeel is dat we dus ook zelf in de buurt wonen. En ik weet op een gegeven moment was er dus inderdaad, er was heel veel droogte. En een van die tuinen was het water. Er was geen water. Dus moesten die buurtbewoners moesten allemaal 200 meter of zo lopen met emmers. En, maar ja, toen, dan heb je het geluk dat we daar wonen. Dus dat Ayan die ook meedeed met filmen, die zag het gewoon gebeuren. En hij belde me wel, van kom je ook? Maar dan ja, was hij al bezig, dus die mensen waren, die gaan dus niet wachten met water, dus die waren al bezig. En dan, ja, we wonen in de buurt, dus toen ben ik snel ook gekomen, heb ik nog snel een interview gevraagd, zeg maar, over wat er aan de hand was. Is ja, gewoon leuk. Ja. Er waren ook een aantal mensen die naar het festival gekomen, hè, om de film te zien. Wat voor reactie heb je allemaal voor de mensen? Ook van de mensen die in de film meegedaan hebben? Ja. Kijk, dat is dus gewoon eigenlijk het leuke van Zuidoost TV, wat ik zelf er leuk aan vind, is dat mensen zichzelf terugzien. Dat is wat mensen graag willen, je ziet jezelf terug. En vooral mensen die zich vaak niet terugzien op de andere televisie, andere media, is het echt het goede. En dat is dan met de ABFF ook gewoon leuk. Je maakt films waar je jezelf in herkent. En dat vinden mensen altijd fantastisch. Ga je jou niet zo stom vragen stellen, plan B? Je mag wel. Om een andere film te sturen, want jij bent iedere dag aan het filmen. Maar ik ben toch benieuwd of jij nog volgend jaar het ABFF gaat meedoen. Want jij bent nu echt de recordhouder van het deelnemer van het ABFF. Ik ga kijken. Ja, als ik de tijd heb, dan sowieso. Maar sowieso, ja. Andere mensen van Zuidoost TV, ja, die zijn allemaal van plan en die wil ik altijd sowieso ondersteunen om iets te maken. Ja. Het zou mij leuk lijken om een keer toe te kijken hoe andere mensen het gaan doen. Ja. Zodat ze ook hun eigen verhaal kunnen vertellen. Ja. Want er zijn zoveel verhalen in Zuidoost. Dat zeker. Misschien moeten wij ook mensen in Zuidoost wel motiveren om een film te maken. Dat is een idee waar ik zelf af en toe wil doen. Met onze ABFF Filmlab bijvoorbeeld. Ja, dus dat is gewoon een heel goed idee. Heel veel mensen die denken dat film maken heel moeilijk is. Ja. Het moeilijkste is het idee uitwerken. Maar ik weet dat ABFF ondersteunt ook. Uiteindelijk in het uiteindelijk maken van een film. Aan de andere kant denken mensen heel vaak, het is heel makkelijk, want tegenwoordig kan iedereen filmen met een telefoon. Kan ook. Maar het moeilijkste is gewoon om een mooi verhaal te vertellen. En die cursus, zeg maar, bij ABFF gaat ook daarover.
Ja, ik zou zeker mensen zeggen, maar kom gewoon meedoen en leer de basis. En verder krijg je ondersteuning. En van Zuid-Oost-Zee helpen ook een beetje. Mooi. Nou, we kunnen nog heel veel meer over hebben, maar we hebben maar half uur televisie uitzending tijd. Patrick, mooi. Dankjewel voor je mooie verhaal. En mensen thuis, jullie ook. Dankjewel voor het kijken naar het AB5 TV. Mijn naam is Debret Mokonen. Graag tot de volgende keer.